Hans, ja, het is toch emotioneel. Ja, ik moet zeggen, ik luister nooit naar Johan, maar ik heb het me zeer, maar dan ook zeer aangetrokken, en ook mijn vrouw, dat Johan vond dat mijn haar te lang was. Dat heb ik niet gezegd. Ik vond het een ordinair matje. Ja, ik heb het me zeer aangetrokken voor deze keer. Normaliter maakt het me helemaal niks uit wat je zegt. Ik ben jouw kapper op gaan zoeken in Nijmegen. Knippen en scheren voor €7,50, alsof het niks was. Ja. Heerlijk geknipt. En toen zei hij van, moet ik je benen ook scheren? Ik zeg, waarom? Nee, hij zei, dat meen je niet. Ik zeg, waarom? Dat doet hij bij jou altijd. Ja. En niet alleen mijn benen. En of jij het even zou willen laten zien, die kort geschoren. Ja, deze camera. Jij noemde die man. Nee, leuk, Hans. We zouden het toch wel willen zien. Jij noemde die man de verleden keer een haararchitect. Nee, hij noemt zich haararchitect. Oké. Ja. Jongens, een voetbalprogramma dit, hè? Ja. Twente kampioen geworden. Oh. Is hij wat opgevallen dit weekend? Maar Hans kan daar helemaal niet heen, want je moet maanden van tevoren afspreken. Ja, nou. Ik ben geweest, hoor. Hoe vind je het? Ja, je gaat nog een keer terug, neem ik aan. Nou, dit is zijn koep niet, hoor. Dit is gewoon de dorpskapper bij jullie. Nee, dit is echt een ondeugend kappertje geweest. Maar goed, wat...